zien jullie je? Ik heb stamppot zuurkool, nee niet zuurkool, peen en uien. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Ja, we zitten alweer op vrijdag 15 januari en we leven om 2:02. Astrid is net de deur uit. Ik ben al met de hondjes ook lang al uit geweest. Ja, ik zit nog wel in de bende, maar zoals jullie zien, ik ben niet opgemaakt. Ik heb vanochtend 7 uur weer zien worden. Ik heb die man ook van hiernaast heb ik horen doen. Ik heb hem weer met zijn deur horen smijten en op slot horen doen en al weg horen rijden. Dus ja, het schoot weer niet op. Dus ik was ook laat op mijn bed en ik liep net de trap af en toen belde Astrid aan de poort. Dus ja, ik was net op tijd eigenlijk wakker, laat maar zeggen. Maar ik heb weer een pakketje binnen. Ik weet wat het is. Dat ging spullen. Het is voor de twee dames en ik hoop dat dat werkt voor Elwing ook, want het is met elastiek erin. Dus Rijker kan wel, maar of met Elwing lukken wil, dat weet ik niet. Ik heb nou 2 riemen aan mij gekoppeld, als het ware. Tenminste, ik heb Rijker de riem naar mij toe gekoppeld. Dan heb ik Rijker haar riem weer bij Elwing eraan gekoppeld. Dus met dit niet nodig. Nee, dus we gaan het even openmaken. Maar dan moet ik even zien hoe het wordt. Een schaar. Ja, dat is voor jou en voor Elwing. Ja, nieuwsgierig. Piep, piep, piep. Ja, dacht je daar. Piep, piep, piep. Neusje. Neusje. Kiepekiepekiep. Lekker ding. Ik ga even schaar pakken. Even goed zitten. Nou, schaar. Kijk, hier koppel ik de riem die van mij afkomt hier naartoe. Eén kant gaat naar Elwing toe. En de andere kant gaat naar Rijka toe. Nou, ik hoop dat het wil lukken. En dus, maar dat komt goed hoor. Ja, dat komt helemaal goed. Ik ga het straks gewoon wel even al klaarmaken. Je weet me nooit. Maar ik laat jullie nog wat zien. Ik zit nog natuurlijk in de bende, want ik ben nog lang niet klaar. Want nog dat raam, die takken nog, de tafel nog. Maar hier staat ook nog troep. Hier naast me staat nog. Daar zit de kerstman in, die in de wc hing. Nou, dan gaan we eventjes die kant op. Nou, pak je doos. Trinhola. Boing. Nee? Nou, het kastje daar is helemaal weg. Dat is hondenhoekje, enkel het stoeltje staat er. Maar het kastje die heeft daar naartoe verhuisd. Dit staat hier nog niet goed, maar dat komt door die bakken die erachter staan. Dat komt vanzelf wel goed. Maar dat heb ik daar dus neergezet. En die stoelen die komen scheef te staan met de punten naar elkaar toe. Ja, het touwtje hoort er ook niet op, maar dat had Rijk op de bank en wat ze vandaan had gehaald, weet ik niet. Een touwtje? Nou, dat mag ze niet hebben, want dat is mijn touwtje. Ja. Gebruik ik weer om dingen vast te binden, et cetera. Dus ja, ik ga ook zo zorg maar nou voor vandaag niet verder. Want ik heb dus een bruin oog dicht gedaan. Ik heb pijn in mijn rug.
hoofdpijn, dat is nou eindelijk wat gezakt. En over daarover gesproken, ik moet even medicijnen pakken dat mee naar boven toe kan. Daar heb ik boven mijn pijnstillers. Ik heb wel mijn maagtabletten daar al, maar mijn pijnstillers nog niet. Nou, dat komt ook dan goed. Dat leg ik dan klaar. En dan kan dat ook gewoon mee, ja, naar boven. En ik heb in die emmer heb ik de ballen uit de takken die daar naast de kast hingen. Die heb ik dus gisteren wel weten te doen. Enkel normaal doe ik het op de eettafel, maar dan hak ik het allemaal op de grond. Dus ja, daar zit je voorover, maar het moet wel gedaan worden. Nou ja, daar krijg je ook weer last van. Maar oké, ik ben toch aan de ene kant ook wel blij dat ik dit er nou erbij heb. Ik hoop dat het lukken wil met die honden eraan. En dat het sterk genoeg is voor Madame Elwing. Maar ja, Rijker die trekt mijn tijd waar we harder dan het Elwing doet. Dus dat moet denk ik wel lukken willen. En dit is trouwens gewoon een proefzetje, laat me zeggen. En wil dat wel lukken, dan ga ik ook eens een keer ga ik gewoon, neem ik deze mee en dan ga ik naar onze winkel toe. En dan zeg ik van ik moet deze en het leren of zoiets hebben en je bestelt maar. Ja toch? Te verkopen deze denk ik niet. Of even naar het Radlijncentrum, daar hebben we een grotere winkel. Ja. Maar ja, daar mag ik weer niet vloggen. Ja, wel product dat ik vlog natuurlijk. Uiteraard. Maar ik ga hem even kijken. Ik ga hem even pakken, die tuig. Even de tuig pakken. Ja, ja. Zoeken hoor. Nee. Deze heb ik zelf om. Nou, dat doe ik dus om mijn middel. Dan denk je wel van, hoe ben je dik? Ja, ik heb van alles en nog wat eronder, hè. Ik heb mijn kleding aan, nou dan heb ik een sjaal om. Afgelopen nacht had ik eerst een namaakleer. Maar er zit alleen nog nylonvoering in, dus niet bont of wat dan ook. Het is een tussendoorjasje, echt voor het voorjaar. Die had ik aan. En mijn winterjas had ik aan. Maar mijn winterjas die wordt ook dun. Ik ben nu aan de nieuwe toe. Nou, en die ga ik niet via internet bestellen. Daar heb ik een hekel aan. Ik moet het kunnen voelen, ik moet het kunnen passen, et cetera. Dus net zoals met schoenen doe ik ook niet via internet. Moet zien, moet voelen en even mee kunnen lopen. Nou, dus dan ben je extra dik. Ik heb al een dikke buik, ondanks dat ik afgevallen ben. Maar die heb ik dan zelf om. Dan is het even zien. Dan doe ik altijd eerst de Rijka. Ik doe even niet, zo. Dit is van Rijka, nou dat is ook van Helastiek. En dat behoort hierbij. Bij mijn riem, dat behoort bij elkaar. Dat heb ik toen ooit zo gekocht bij Action. Ja, dat korsetje niet hoor. Dat kreeg ik weer van Karen en Roderick erbij. Dat ik Rijka kreeg. Nou, wat gaan we nou doen? Dit is voor Frode geweest. Maar dat heeft nou Elwing. Nou, en daar zit Rijka weer aan gekoppeld. Dus dat moet ik eerst even los zien te krijgen. En dat zit lekker in de knup, 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 knup. Dus dat moet eerst even daar tussenuit zien te krijgen. Op wat voor manier dan ook. Ja, dat gaat. Dat is één. Ja, kijk, daar heb ik hem al. Hier. Dan is die los. Dan is het, moet ik die weer zien te vinden, waar is die? Die is gevallen. Die.
hier weer aan. Ja. Blijf leggen. Die hebben. Zo. En dan moet ik daar naartoe. Moet ik een halsbandje hebben. Ja, Rijker die krijgt twee dingen om. Ja, halsbandje. En, oh, even aanhalen. En de korsetje, maar daar wordt ze niet aangekoppeld. Die heb ik uit nood. Dan zou ik bij wijze van spreken van de zomer even het water in gooien. Dan koppel ik haar daaraan. Aan het korsetje. Nou, dan zit Rijka er al aan vast. Nou, dan moet ik lieve Vrodel hebben. En daar zit die aan vast. Hup. Kijk, dan heb ik één lange riem naar mij toe. En dan kan ik ze beter. Heb ik maar één riem vast om aan te trekken. Van, en nou is het hier, weet je. En ik wil zeggen, waarom heb je niet zo'n blok waar je het inhalen kan? Ah, ik vind die. Ik heb het eens een keer meegemaakt. Dan vliegt hij door de ren heen. Dus dat ding ging een stuk. En hier kan ik zelf mee aantrekken. Nou, en ik hoop dat het lukken wil. Vooral met die rode. Maar dan neem ik even zo goed deze ook mee. Voor geval van nood. Snap je? Gewoon. Om een uur of zes of met er weer gelopen. Doen we dat. Dus ja. Komt goed. Ik heb daar. Ik hou gewoon vol goede moed. Ja. Komt allemaal uitstekend. Ja toch? Ik ben er toch wel blij mee. Lukt het niet, kan ik hem altijd, want het was mijn klein prijsje, kan ik hem altijd weggeven die hem wel kan gebruiken. Ja, en dan ga ik gewoon voor hem leren. Simpel. Ja, toch? Maak ik er een foto van, zet ik hem op Facebook te koop. Voor de gek, voor degene die, nou, doe maar een bordje, ja. Zo duur hoeft hij niet te wezen. Al is het maar €2,50, ja, toch? Zo duur was die ook niet. Hij was wel iets duurder, maar ja, dan heb je hem weer gebruikt. Hij is tweedehands, ook al gebruik ik hem nou niet, hij is tweedehands. Dus ja. Dus ik doe hem weer in mijn mandje van mijn rollator. En ik ga voor de computer zitten. Ik ga dat weggooien. De verpakking weg. Koffie heb ik staan. Ik moet mijn camera legen, want anders, ik heb nog maar één vlog staan die ik in elkaar moet zetten. En daarna heb ik niks meer, dus ik moet. Ja, ik heb van de week een paar keer twee stuks per dag gedaan. Dus ik heb er nou nog maar één die ik moet doen. En dan dit leeg halen. En dan komt het goed. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. Ga ik ook doen. Ondanks nog wel heel veel rugpijn heb en knieën doen zeer. Maar ja, er zit ook slecht weer aan te komen. Er komt sneeuw aan. Nou, ik hoop dat het hier wel wegblijft. Want ik zit ermee. Hoe moet ik met mijn hondjes doen, weet je? Ik zou niet weten. Want ik ben bang om uit te glijden, te vallen, vanwege omdat ik zwaar rugpatiënt ben. Nou ja, eens je dan onderuit legt, nou dan. Ik wil niet in het ziekenhuis komen met die gekte van nu. Maar Rutte, die heeft de ontslag ingediend bij Willempie. Yeah! Woepie! Rutte 3 houdt er mee op. Yeah! Oh ja, maar ja, we zitten nou in die lockdown, hoe jullie dat ook allemaal mag noemen. Maar ik noem het de gekte. Want het is niet nodig, nee. Doen we met de griep ook niet. Doen we met andere virussen ook niet.
Nee, we hebben toen ook destijds een pandemie gehad. Ging de boel ook niet op slot. Nee, het was ook over de hele wereld. En nou ineens moet het op slot. Waar zijn we mee bezig? Tenminste, de regering. Maar wij, het volk. Ja, ik niet. En met mij meerdere niet. Maar de meeste toch weer wel van het volk. Lopen als makkelammetjes achter de stoet aan. Net wat Rutte en zijn aanhang ons beveelt. Nou, ik niet. En met mij meerdere ook niet. Nee. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat staat er te zien? Nou, hang eens op. Nou, voor beestjes. Nee, ik ben niet zo gek hoor. Nee. Ik ben niet zo gek. Ga maar eens even naar YouTube toe. En abonneer je ook maar eens op de kaptein. Ja. Het plaatje, dat is zo'n hele ouderwetse kaptein. Met zo'n hele mooie hoed op, weet je wel, van vroeger. Ja, dan weet je het. De kaptein. Nou, ga daar maar eens naartoe. Nou, die heeft een heleboel waarheden hoor. Ja, en ik vind het ook grandioos van onze Casper Zwart. Dat die op YouTube, live altijd zijn verslag doet. Zolang hij nu al op het Malieveld zit. Ja, ik vind het een topper, die man. Echt. Ja, hij wordt wel eens aan verwend door andere mensen die hem ook steunen. Die dus net zoals ik er ook zo over denken. Wat zit je te eten? Kom eens hier, los. Zat je nou weer te eten? Hé, hey, ik ben wel een hond hoor. Ik moet even naar de toe. Rijka, los. Ik zei los. Ga toch niet opeten, karton. Ba. Moet je niet opeten. Is een ba. Ja. Is een ba, ba, ba. Moeten jullie naar buiten? Wil je naar buiten? Wil je naar buiten? Wil je naar buiten spelen? Naar buiten spelen? Doe maar. Jij ook naar buiten spelen? Kom maar. Kom dan. Hup. Ga maar naar buiten spelen. Ja. Nou, laat die maar even gaan. Ja, zo simpel als wat. Nee, de boksen die staan hier pal achter. Dus ja, het komt allemaal wel weer goed. Ik moet het gewoon even rustig aan doen en luisteren naar mijn lichaam. Het is wel zo'n kwestie van dat het de hele week al zo is. Ik doe een dag wat en dan doe ik heel veel. En dan moet ik de dag daarna bezuren en dan ben ik 's nachts te moe om te slapen. En dan kan je 7 uur zien worden en dan val je in slaap. En dan word je om 1 uur of 2 uur wakker. Ja! Maar ja, dan kan je even goed nog wel weer wat doen. Maar zoals ik me nou voel, nee, lekker belangrijk. En ik wil ook wel even in een dag gewoon iets anders even doen, weet je. Ja. En dat gaan we nou ook even doen. Ja, ik ga mijn koffie opdrinken en met de tuigboel opruimen in mijn mandje. En dan, als het vanavond lukken wil, dan horen jullie dat ook wel. En misschien kom ik eerder terug. Ik ga eerst zometeen dan een vlog in elkaar zetten en deze leeg halen op dit filmpje na. En dan komt dat ook weer goed. Ja, dus ik zou zeggen, lieve vrienden, hou vol hoe de moed. En wees blij, wees dankbaar dat Rutte het bijltje, oftewel de handdoek in de ring heb gegooid met de rest van zijn aanhang. Ja, want er is er nog eentje die is ook op, nou je het hele boel
dat hele zootje wat bij Rutte hoort, dat moet opstappen. Ja, dus. Maar oké, ik zou zeggen, tot later. Ja, hallo lieve vrienden. Ik ben weer eventjes retour gekomen. Ik heb nog een kleine verandering aangebracht aan de kamer. Even een stoel verschoven. Ik weet niet of het zo blijft staan. Ik heb het even gefilmd voor Karin en eventjes haar gevraagd hoe zij erover denkt. Wat zij het zo vindt. Maar ik heb een stoel naast mijn bureau neergezet bij de hondenmand in de buurt. En ik heb ook al eten klaar. Tot zover moet nog gestampt worden. Ik heb stampot zuurkool. Nee, niet zuurkool. Peen en uien. Pannenlap, dat is heet. Ja, peen en uien zitten erin. En krieltjes. Ik had in de vriezer krieltjes leggen. En ik had die zak met peen en uien leggen. Allemaal nog van to-go. Nou, dat kun je er mooi op eten, ja toch? Ja, lekker strak stampen en dan heb ik een lekker maaltje. Vlees heb ik ook nog. Ja, dat moet bakken. Even kijken. Een zigeunersnitzel. Lekker toch? Ja, helemaal lekker. Dus dat ga ik straks nog lekker bakken. En dan heb ik een lekker maaltje voor vanavond en morgenavond. En als het dan nog over is, kan het weer in de vriezer in een bakje. Ja toch? Of in een zak, kan ook. Diepvrieszakken genoeg. En dan zit de winkel dat wel weer. Maar oké, ik heb het koud. Ik had het niet warm krijgen, al is het nog zo. En dan moet ik nog naar buiten toe met de woefwaffies. Dat doe ik zo als eerste, want dat is toch nog kokend heet. Want het staat nog niet lang uit. Dus als ik terugkom, dan kan ik het afgieten en dan lekker stampen, zuutje erbij, tenminste ik moet eerst vleesje bakken en dan zuutje erbij. Nou lekker toch, wat wil je dan nog meer? Ja, en Rijke die is weer verder bezig met de doosje aan het vernielen, maar ja, het is wat te doen. Ook heb ik de laatste vlog in elkaar gezet, die is nou bezig om naar YouTube te gaan, daar ben ik mee bezig, tenminste de computer dan. En dan kan ik deze leeg halen en omdat ik nou weer vlog en ik maak gelijk er een einde aan, heb ik wel twee keer gevlogd, maar maakt niet uit. De ene keer doe je het één keer, de andere keer doe ik het acht keer bij wijze van, weet je. Ja, gooi de kussens op de grond, meis. Hé, whatever. Ja, stomme van vrouwtje. Hé. Maar oké, ik ga dan er een einde aan breien, ik zou zeggen. Voor iedereen die ook nog eten moet, een smakelijk eten. Moet je naar buiten kleden warm aan, want het is geen weer om naar buiten te gaan, want het is koud. Maar ja, dierenliefhebbers die moeten wel. Ja, zoals ik. Hé, dames. Dames. Uitsloofster. 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 Kijk, die stoel heb ik dus nou hier neergezet. Nou, een Elwing die kan er mooi in. Speelgoedbox die staat achter de stoel, nou, daar kunnen ze ook bij komen. Nou, ze kunnen er zelfs als moed met z'n tweeën erin. Hup. Boefies. Oh, 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 oh. Jongen, nog een toe. Ja, nou, en dan die boksen dan eigenlijk. De kast is volgens mij ook niet eens niet goed dicht. Als ik dat zo bekijk. Die is niet fatsoenlijk dicht. Zie je wel? Die moet nog op slot. Ja, dat lukt weer zo niet natuurlijk. Omdat ik er verkeerd voor zit of zo. Nou, oh, zo dan. Ja, en dat moet nog allemaal weer gevuld worden, want ik heb nog genoeg. Dat moet nog, die tak moet nog leeg, de keuken moet nog leeg. Die slinger moet er dus nog af. En dat moet nog gedaan worden, de lamp moet nog leeg. Kerststukje kunnen boven kaarsen kunnen eruit.
kleed moet er nog af. Hier liggen ook nog spullen op die... Dat moet ik voorzichtig mee wezen. Daarom ligt het ook op tafel. Dat moet ik als laatste inpakken. Dat komt bij de zilveren ballen. Nou, de kast moet nog leeg. Krans moet nog weg. Die slinger moet er nog af. En die slinger moet er nog af. En daar ligt nog een kerstkleedje op. Daar heb ik al veranderd. Maar ja, alle kleine dingen komen langzaam, zeg ik dan. En ja, je wil ook wel eens even een dag ertussen door hebben dat je jezelf denkt. En aangezien dat ik de laatste, nou ja, het komt door andere dingen dan dat achtelijke gedoe wat Rutte allemaal heeft gedaan. Ja, maar daar zit ik niet 1, 2, 3 over in. Ja, ik ben boos op ze. Op al die lui die dit op hun geweten hebben. Want het had nooit niet gehoeven. Nee, niet op deze manier. Want het helpt niks. Monddoekjes helpen niet. En ga zo maar door. Nou, en die monddoekjes noem ik geen monddoekjes meer. Nee, snotdoekjes. Ja. Kan je lekker je neus even mee afsnuiten? Ja toch. Nee, maar alle gekheid op een stokje. Nee, er zijn gewoon bij mijn dingen wat andere dingen aan de gang. En daardoor ben ik ook heel erg moe. En daardoor ook heel veel pijn. Zowel in mijn hoofd, zowel in mijn rug, mijn hele lichaam. En dan komt die koude nog bij, nu. En dan ga ik helemaal van de pijn, want dan kunnen mijn gewrichten niet tegen. Ik heb liever die warmte van zomers, dat kan ik beter handelen dan die kou. Want dan begin ik te verkrampen, want ik heb mijn nekwervels zijn versleten. Al mijn dingen zijn versleten hoor, wat er in mijn lichaam en wervels zitten, dat die zijn versleten. En ik heb al uit de gein gezegd, dus ik heb de waterleiding, de gasfabriek en de kalkfabriek, alles in één heb ik bij me gelopen. Dus ja, maakt allemaal niet uit. We gaan gewoon door en we houden het leuk en gezellig. Ja hoor, dat moet kunnen. Maar ik heb toen gelachen met de huisarts. Hij zegt, ja, het is gewoon versleten. Het is verkalkt, weet ik van hoe die dat benoemde toen destijds. Ik zeg, dus ik heb de kalkfabriek ook al in me zitten. Dan kijk maar aan. Hij denkt, nou ja, je bent ook gek. Ik zeg, ja, ik zo, ik weet het hoor, René. Ik ben gek, zeg ik zo. Hij zegt, ja, maar hij zegt, jij neemt het nog luchtig op. Jij blijft er vrolijk onder. Hij zegt, ik heb hier wel mensen die dat dan hebben, die ik het moet zeggen. En, maar die beginnen gelijk te huilen. Ik zeg, waarom moet ik huilen? Ik zeg, omdat het versleten is. Ik zeg, nou, oké. Ik zeg, ik word er ook niet jonger op. Ik word er alleen nog ouder op. Ik zeg, en ja, ik zeg, ouderdom komt met gebreken. Ik zeg, moet ik daarvoor huilen? Ik zeg, ik ben er toch nog? Ik leef toch nog? Ja, ik zeg, blij zijn en verder gaan hoor. Nou, hij zegt, je hebt gelijk ook. Hij zegt, waarom beginnen die anderen dan te huilen? Ik zeg, ja, dat moet je aan hun vragen, niet aan mij. Ja, en iedereen is anders. Ja, de ene kan het handelen en de andere kan het niet handelen. Dus ja, nou, hier. Wat heb jij? Wat heb jij? Oh, ja, maar die maak jij kapot, hè? Dan moet ik weer straks een nieuwe gaan kopen. Geef je hier. Ja! Ah! Rijka. Elwin. Goed zo, kom maar. Goed zo, meisje. Geweldig. Nou, eens even naar YouTube kijken. Kijk, hij is daar al bezig. Nou, als dit klaar is, kan ik hem sluiten, want hij is daar nog bezig. Als die echt helemaal klaar is, dat blauw blijft en dat weg is, dat zinnetje, dan kan ik hem sluiten en dan komt hij hier te staan. En dan kan ik de woefwaffies uit gaan laten. Ja, dat moet ook gebeuren, hè. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. En blijf altijd lachen wat er ook aan de hand is, wat er ook gebeurt. Probeer te blijven lachen. Dat zei Adriaan van Basje ook altijd. Of Basje zei dat altijd, Basje van Adriaan, Basje en Adriaan. En Basje zei altijd van, altijd blijven lachen, wat er ook gebeurt. Dat is mijn streven ook, oké. We zijn allemaal wel eens chagrijnig. We zijn allemaal wel eens huilerig.
Je bent allemaal wel eens ziek, rillerig of wat dan ook. Hè? Of je bent een paar dagen niet in orde. Nou ja, en als je ouder wordt, ja, dan komt dat met gebreken er nog eens een keer bij. En ja, ik ben ook 63, maar dit jaar ook 64, lieve vrienden. Dus ja, en dan nog gezellig met jullie zitten te keuvelen. En te vloggen en te doen en plaatjes te maken voor op Facebook. Kom erbij, zou ik zeggen. Als je Facebook hebt, nou ja, daar ben ik dan gewoon normaal. Corine Leusterburg en de Jong. Dus ja, kom er gezellig bij. Ik heb ook een aantal groepen waar je lid van kan worden. En ben je de 50 jaar en ouder? Nou, dan heb ik ook een hele leuke groep. De Club van de 50-plussers. Ja. Dus, maar oké, ik zou zeggen, kom er gewoon bij. Zowel op YouTube, zowel op Facebook. Altijd gezellig, toch? Ik zou zeggen, kom er maar bij. En nu zou ik zeggen, lekker eten zometeen. Ik dus wel. En hij had gegeten. Nou ja, een hele fijne, liefdevolle avond. En ondanks dat moet je nog eten. Ook na het eten. Een hele fijne, liefdevolle avond. En wees positief. Blijf positief. En laat op de avond wel rusten. Slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard gezond uit je bed zien te komen. Ja, dat is een ding wat je wel moet doen hoor. Ja, niet ziek worden. En ik zou zeggen, graag tot aan de andere kant van de nacht. Namens Corina en de Beesterboel. Oftewel Rijka, Elwing en Kandalf die boven is. Die is heel even buiten geweest. Heel even. Hooguit een kwartiertje, 20 minuten. Maar ja, toen kwam hij alweer binnen en nou ja, eten gegeven en ik heb hem niet meer gezien. Hij is gewoon in de bomen met hem gestuurd. Dus ja, namens ons dus. Tot aan de andere kant van de nacht. Doei!